Good evening, I'm Ratko Silar. I want to see match Antwerpen Mechelen in Bruges, in Brugge, final of Baker from Belgium. And I want to see because I stopped three penalties and I score one. In het Olympiastadion in Brugge strijden Antwerpen en KV Mechelen om de beker van België. Pas in de 72e minuut wordt er gescoord. Wim Kiekes brengt Antwerpen op voorsprong. In de slotminuut dwingt Mechelen verlengingen af. Kleisters met een diepe bal. Aram Bazic met de kans. 2 minuten voor het einde van de officiële speeltijd staat het toch 1-1. En geen onverdiend tegendoelpunt voor KV Mechelen. Het bleef dus bijzonder spannend. Het bleef een thriller, die bekerfinale. Het doelpunt nog eens van Zlatko Arambazic. We gingen dus naar verlengingen. Mechelen opnieuw met Koen Sanders. Mark Kemmers. Arambazic en dan Eikelkamp. Schitterend doelpunt. 2-1 voor KV Mechelen. De supporters op de dranghekken. Alles verliep wat de supporters betreft tijdens de wedstrijd. Nagenoeg rustig. Maar nog eens die knappe goal van René Eikelkamp. Zo'n gedraaide bal waar Svilar geen enkel verhaal tegen heeft. En 2-1. Maar de aanvalsgolven van Antwerpen bleven aanrollen. Predom kon er niet bij. Tjerniatinski legt binnen. De voorzet was van Willy Vincent. Die was ingevallen voor de geblesseerde Nico Klaassen. Predom kon er niet bij. Tjerniatinski wel. En 2-2. Strafschoppen moeten de bekerwinnaar aanwijzen. En de 42-jarige Ratko Svilar ontpopt zich tot de held van de penaltyreeks. Hij pakt de strafschop van René Eikelkamp en die van Mark Emmers. De strafschoppenreeks blijft duren. Ratko Svilar trapt zelf de 21ste penalty en verslaat Michel Preud'homme. Daarna stopt hij de bal van Lijn Kleisters. Antwerp wint de penaltyreeks met 9-8. En Ratko Svilar bezorgt de Great Old de beker van België.